Hallo, mijn naam is Martijn en ik ben productspecialist bij Bakshop. En vandaag gaan we kijken naar een Showtech product, de Flex Strip. Zoals de naam het eigenlijk al doet vermoeden, dat is een LED strip met daarbij een afstandsbediening en een losse voeding. Dus eigenlijk een complete strip voor decoratie, voor thuisgebruik. Het is heel mooi als je hem bijvoorbeeld onder een kast plakt, dan komt er echt een gloed vandaan. Maar je kan ook bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden kun je dit soort strips gebruiken. En in discotheken zie je ze ook nog wel eens voorbij komen voor een hele simpele manier om ergens wat licht en wat beweging in te krijgen. We gaan de verpakking even openmaken. Kan ik laten zien wat er precies meegeleverd wordt en hoe het precies werkt. Nou, als we de verpakking van de Showtech Flex Strip openmaken, komen er verschillende onderdelen tegen. Een afstandsbediening. Nou, waar die voor is, dat mag voor zichzelf spreken. Nou, op de afstandsbediening zelf vind je alle verschillende mogelijkheden die erin zitten. Het is mogelijk om een kleur te kiezen. Op het moment dat je een bepaalde kleur indrukt, dan zie je dat gelijk de strip die kleur aanneemt. En aan de rechterzijde zitten nog wat verschillende functies. Dat zijn echt effecten. Je kan hem heel snel van kleur laten wisselen. Dan doet hij dat vanzelf. Ik heb de afstandsbediening nu niet nodig. Er zit een flash of een stroopmogelijkheid in. Nou, dan gaat hij gewoon knipperen. Hij kan langzaam van kleur veranderen. En hier kun je ook de snelheid nog van bepalen. Dus hoe hoger je deze zet, hoe sneller die dus ook van kleur gaat wisselen, zoals zichtbaar is. En de smooth functie, die niet heel smooth is, maar wel gewoon ook ervoor zorgt dat alle kleuren voorbij komen. Nou, zet je deze wat langzamer, dan kun je dus op een hele mooie manier toch een effect creëren. En dan heb je eigenlijk de afstandsbediening heel de avond of heel de dag niet meer nodig. De LED-strip zelf is 3 meter. En om de meter zitten 30 LED-puntjes. Het zijn RGB-ledjes, dus uit ieder punt komen alle drie de kleuren en kun je ook mengkleuren mee maken. En aan de achterzijde vinden we een soort plakstrip. Nou, die plakstrip is bedoeld om, ja, als u bijvoorbeeld het onder een balie gaat plakken of in een gang uit het zicht, in een koof, noem maar op. Dan weet je zeker dat als die helemaal vastgeplakt is, dat die ook zal blijven zitten. Dus dat is erg makkelijk als die echt voor decoratie bedoeld wordt. In het begin van de strip zit een vierpolige aansluiting. Die vierpolige aansluiting is gemaakt om hem heel makkelijk aan het dimmerkastje te koppelen. Dat stelt heel weinig voor. Het is echt een kwestie van erin prikken. En hij zit. Op het moment dat nu de stekker in het stopcontact gaat, ja, doet hij het eigenlijk gelijk. En meer is er niet voor nodig. Gewoon een hele makkelijk te gebruiken. Prijstechnisch ook nog heel interessant. Gewoon een mooie LED-strip. Of het nou voor thuisgebruik is of voor een wat professionelere doeleinders. Erg makkelijk te installeren, dus echt een aanrader om deze strip te gebruiken.